Het babyhuis geeft kinderen waarvoor liefde en aandacht niet vanzelfsprekend is, een warm en liefdevol thuis. Het babyhuis is een plek waar kinderen zich positief kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewenst voelen. Het herstel van basisvertrouwen en het gevoel van eigenheid is voor een goede ontwikkeling een belangrijke voorwaarde. Kindergarten vindt, net als het babyhuis, dat een goede start voor elk kind essentieel is. De basis van de persoonlijkheid wordt in de eerste 4 levensjaren gelegd. Niet alleen een veilige, maar ook een stimulerende omgeving zijn kernwoorden voor kindergarten. Kinderen hebben het recht veilig en stabiel op te groeien. En daarom sluit kindergarten haar ogen niet voor gevallen buiten het kinderdagverblijf als kinderen daar minder bedeeld opgroeien. Kindergarten neemt verantwoordelijkheid en steunt daarom het babyhuis. Nou, het babyhuis leeft heel erg op deze vestiging. Iedereen voelt zich zo ontzettend betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en ook met betrekking tot de start van kinderen. Dat doen we door middel van mooie kunstwerken die we door de kinderen hier laten maken en veilen aan ouders. Meedoen aan sportevenementen als hardloopwedstrijden waar we ook in inzamelen. Het kindergarten cd's die we ook hier promoten op de vestigingen en die ook verkocht worden. Dat zijn hele mooie elementen waarin ook ouders heel erg betrokken zijn. Bij het babyhuis. De expertise in het pedagogisch programma, waar wij heel veel en heel goed mee werken, sluit ideaal aan voor de kinderen in het babyhuis. Wij willen ze zo graag hetgeen bieden wat we eigenlijk alle kinderen bieden. Want elk kind, zeggen wij vaak, die gunnen wij zo een kindergarten. Wij hopen dat door onze bijdrage de kinderen in het babyhuis net zo'n goede start kunnen maken als de kinderen bij ons bij kindergarten. Naast mijn werk als pedagogische medewerker bij Kindergarten zet ik me tevens als vrijwilliger in voor het babyhuis. Op dit moment hou ik me onder andere bezig met het inrichten van het babyhuis en hoop ik ook in de toekomst mijn steentje bij te kunnen dragen. Net als het babyhuis is Kindergarten toekomstgericht. Beide zetten we ons in voor de ontwikkeling van de mens. Als iedereen die betrokken is bij de leefomgeving van kinderen met elkaar samenwerkt, bereiken we voor hen het meest. Het mooie vind ik dat kindergarten en het babyhuis zoveel overeenkomsten hebben. Als je kijkt naar de missie van het babyhuis, is het babyhuis een veilig nieuw thuis voor jonge kinderen, voor wie liefde en aandacht niet vanzelfsprekend is. Als je werkt met passie voor kinderen, dan doe je dat niet alleen voor de kinderen die bij kindergarten komen. Dat kan natuurlijk niet. Wij willen het beste voor kinderen. En dat betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben voor alle kinderen in Nederland. En daarom steunen wij het babyhuis. Een droom die alleen droomt, is slechts een droom. Een droom die je samen droomt, is realiteit.